Naast me ziet u een kostelijke grafiek. Hij is ook een beetje geheim, want in de kranten en op de televisie hebt u deze grafiek nog nooit gezien. Er wordt niet over geschreven, niet over gepraat. Wat ziet u hier? De wereldwijde ontwikkeling van de temperatuur in de afgelopen 100 jaar. Vanaf 1900 tot 1940 stijgt hij. Tussen 1940 en 1970 daalt hij. Van 1970 tot 1998 stijgt hij weer. En dan komt het mooie. Na 1998, en dit is het gedeelte waarover niet wordt geschreven, niet wordt gesproken, vanaf 1998 daalt de temperatuur. Hoe kan dat? Want we horen overal dat de wereld aan het opwarmen is. Nou, er zijn een aantal kanttekeningen bij deze grafiek te maken. De eerste is dat sommige mensen zeggen, ja, hij daalt niet helemaal, hij blijft min of meer stabiel. Zwa. Volgens mij daalt hij, maar oké, hij blijft stabiel. Dan nog is er geen sprake van opwarming. Er zijn andere mensen die zeggen, 1998 was een hele gekke piek, een rare uitschieter. Oké, daar haal je hem eraf. Dan nog blijft dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar niet meer aan het stijgen is. Een andere kanttekening die je kunt maken is zeggen van ja, 10 jaar is wel heel erg weinig voor het klimaat. Oké, dat kan ook waar zijn. Misschien is het inderdaad zo dat volgend jaar deze afkoeling dan wel stabilisering voorbij is en dat de temperatuur weer gaat stijgen. Maar waarom wordt hier niet over geschreven? Waarom wordt hier niet over gepraat? Waarom ziet u dit niet in Nova of in het journaal? En als je dat vergelijkt met de economie, dan krijg je iets heel anders. Wat hebben we nu met de wereldeconomie gehad? We hebben 4 kwartalen lang achter elkaar een daling gehad. En nu voor het eerst maakt de economie een heel klein knipoogje. Alle kranten, alle bladen, alle tv-programma's staan er vol mee. De economie klimt uit de recessie. Waarom dan niet over het allerbelangrijkste onderwerp, althans volgens de politici, Obama, minister Kramer en zo, van dit moment, de opwarming van de aarde. Waarom horen we niets over dit wellicht positieve nieuws dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar niet meer aan het stijgen is? Als je nou heel erg cynisch bent met een heel slecht mensbeeld, maar dat heb ik natuurlijk niet, dan zou je kunnen denken dat er wellicht groeperingen en mensen zijn die er baat bij hebben dat wij met z'n allen denken dat de wereld naar de Filistijnen gaat. Maar nogmaals, zo zit ik niet in elkaar hoor.